Oh. Flash. Huh? Wow. Wat? Deze armband heeft een waarde van 62.000 euro. Wow. Wat opbouwen. Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb hier een heerlijk koffietje uit een mooie Ferrari-mok. Want vandaag gaan we natuurlijk leven als biljonairs. Dus straks om 10 uur is hier de makelaar. Een makelaar, niet de makelaar, maar ja, gewoon een makelaar die Gio heeft leren kennen. Toen hij in Rotterdam daar in het oude gebouw van hem dat penthouse ging bezichtigen. Maar die komt hier straks heen en dan gaat hij zeg maar Gio's huis taxeren. Kijken of het waard is. En dan gaan we daarna gaan we een verjaar eten. We gaan naar de Rolex dealer. We gaan naar OC. We gaan gewoon leven als miljonairs. Het is toch niet normaal? Ik ben een miljonair. Ja, maar dat is het voor mij dus een hele ervaring. Ja, ben je ook miljonair vandaag? Ja, kijk, en vandaag heb ik ook de verjaring nog. Lekker lul. Goedemorgen lul. Ja, maar stel je voor dat ze nou zeggen dat mijn huis 1 mil waard is. Koop je hem dan over? Ja, dan kun je wel even praten over of ik het niet kan kopen en zo. Nee jongens, dus het wordt vandaag weer een hele leuke dag. En vanavond ga ik naar de Champions League, of nee, niet naar de Champions League, naar de Europa League. Ga ik naar Ajax in de Skybox met Coca-Cola en alle andere leuke mensen die er altijd aanwezig zijn. Dus het wordt echt een topdag jongens. Daar is de makelaar met een Bentley GT en de makelaar zelf die laat Gio rijden aangezien het best wel een moeilijk bruggetje is. Kijk hem nog gaan lopen. Kijk eens even, het is wel echt een hele gave auto hoor jongens. Als ik later oud ben, dan lijkt me het zo vet om een Bentley te rijden. 60 ben of zo lijkt me zo vet om een Bentley te hebben. Het is zo'n klassieke, vette, dikke auto. Het is qua klas een beetje hetzelfde als een Rolls Royce, maar net iets bruter en sportiever. Ik vind het echt vette auto's. Kijk, hij heeft ook nog een goed geluid. Oh. Gaaf als die binnenkant klassiek. Zo, hè. Klassiek inderdaad. Maar wil je nou ook nog gewoon modern? Zeg maar van deze tijd. Van nu? Dat kan ook. Wow. Die binnenkant is wel dik hoor jongens. Het is tijd om de auto in te gaan stappen. Want we gaan naar een restaurant. Heet Zeezout volgens mij. En dan gaan we daar caviar eten. En dat is ook gelijk ons ontbijt. Dus ik ben benieuwd jongens. En daarna we hebben een hele planning, een hele schema vandaag. Dus we gaan eerst dus nu naar dat restaurant. Daar caviar eten en lunchen zeg maar. En dan gaan we daarna richting Schaap en Citroen. Naar de Rolex dealer. Dus dat wordt ook vet. Iedereen gaat met zijn eigen auto. Gio gaat met zijn eigen auto. De makelaar gaat met de Bentley. Alleen ik dacht, ik ga even zelf rijden. Aangezien ik dus vanavond naar Ajax ga. Dus ik moet misschien iets eerder weg. Want ik moet al om 5:30 moet ik al bij de arena zijn. Want we gaan ook daar eten met z'n allen gezellig. Dus jongens, echt een hele leuke dag wordt. Een hele leuke, luxe dag. Waar ik van ga genieten, jongens. Dus let's go. Die brug overkomen, jongens, is altijd zo'n gedoetje voor mensen die het niet zijn gewend. Jongens, die Bentley die rijdt dus zeg maar nu achter mij. Maar als ik dus in mijn spiegels kijk, het ziet er wel echt gaaf uit, hoor. Zo, het is wel echt een kanon, hè? Nee, ik kan het niet goed zien, maar het ziet er heel dik uit. Het zonnetje begint door te komen. En dan weten jullie, dan ben ik blij. Wat doen we dan? Ja, lekker als sjaal. Ja. Mag, ja, jij mag het. Daar zitten we dan, hè? Lekker, hè? Heb je wel eens caviar op? Ja, wel een keer. Of zo'n pannenkoekje en zo. Ja? Maar dit is dus een Michelinster. Ja, dat is next level, hè? Godzidori. Ben je er wel eens geweest, Michelinster? Ik heb er gewerkt, vroeger. Wat? Echt? Ik liep stage. Toen zijn ze kwijtgeraakt, zeker iets er. Ja, zeker. Nee, ik heb gewerkt in de Michelinsterrestaurant. Was dat niet hele hoge druk dan, zeg maar? Nou ja, viel wel mee, ja, ook wel. Ik liep zeg maar in een pak en handschoentjes aan en zo. Maar ik heb twee keer een Michelinsterrestaurant gegeten. Ja, ik ben een keer in een restaurant geweest met 3 Michelinsterren. Waar? De Libreye. Dat is een van de duurste en beste restaurants van Nederland. Waar is het ook weer? Ergens in het oosten van het land. Dat is ziek. Nou? Maar we krijgen dus champagne. Ja bro, ik heb ook in mijn kalk. Godvergast. Je kan niet hier van die kalk. Nee, dus we krijgen dus een koffie, ja. En champagne en allemaal andere lekkere dingen. Dus we gaan het zien jongens. Ja, ik ben echt benieuwd. Ja. Ja echt. Ik vind het altijd zo niks voor jou dit. Ja maar bro, weet je wat het gek is? Het past hem soms niet. Nee, dat vind ik ook maar niet. Maar ik wil een heel nuchtige zin. Ja maar ook bij mij ook niet helemaal. Nee, ja, maar het is gewoon grappig, daarom is het juist leuk. Ik vind het altijd wel leuk. Nou. Daarom is het juist leuk. Ik weet nog wel dat ik toen in de Libreye was inderdaad. En toen, ik voelde me helemaal bezwaard, want ik wilde helemaal netjes gaan zitten en zo. Ja, zo, je hebt geforceerd. Ja. Nou, dit is trouwens René. En die neemt ons vandaag mee op pad. Dus het wordt een gezellige dag. Ja, ja want we leven vandaag een dag hoe... Als miljonairs. Miljonairs leven. Dus ja, vanmorgen natuurlijk gestart.
met Gio. Hou ik dagelijks leven meer, weet je alles van. Ja, dat is stop. Ik vind het leuk om een dag met jullie mee te maken. Ja, we zijn nu bij Zeezuid, een Michelinsterrenrestaurant. Patrick en Annette zijn daar eigenaar. En dat is ook een van de kanjes die hier gesproken heeft. Kijk, die mooie champagne gaat inschenken. Ja, en dan een lekker bubbeltje. En dan daarna gaan we richting Rolex Store en dan Auger. En dan vanmiddag nog een feestje bij Porsche Baby Center. Nou, wat een dag. Dan ga jij je auto bouwen. Ja. Daarom. Nou jongens, lekker allemaal. Wij krijgen een volgend gerecht. En wat is het? We hebben een amuse voor jullie. Gefrituurde oester, combinatie met een pindadressing, sajurbootjes en wat bosuit. Pak het lepeltje aan de bovenkant en lekker voor gebruiken. Het ziet er zo uit. Ja, het ziet er goed uit. We worden verwend. Och, niet normaal hè. Dat ziet er heel goed uit, man. Ja, echt heel lekker. Ooit in de verre verleden kwam jou. Ik weet niet hoe het smaakt. Het is Acetra Royal Caviar. Bepaalde smaak. Het ziet er lekker uit, dus dat is goed. Dat is eeuwig. We gaan het zien. Zalm met caviar, jongens. Godzijdank. Ja, het ziet er echt goed uit. Je komt echt voor op een deel, dus je kan er wel leuk. Kijk eens wat. Mijn vader zegt het. Ik hoop niet dat ze leuke dingen gaan zeggen. Hey. Voor de post. Oh, zeker niet. Nee, zeker niet. Yo, zelfs de dipjes en het brood is hier dus echt lekker. Ja. Die dipjes hier zijn echt heerlijk. Maar volgende gerechtje. Het volgende gerechtje. Aangezien we weten dat je erg gek bent op carpaccio. Ja, hoe weten we dat? Nou ja, dan kijk je ook leuk. We hebben dus carpaccio, alleen carpaccio gemaakt van tonijn. Okay. Daarbij zit de schuim gemaakt van geitenkaas, de blije geit. Heel erg oud, dus het lijkt een beetje op de taal. Die hebben ze ontwikkeld met een popcorn van granen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Een blije geit. Een blije geit was het. Ik moet uit, jongens. Kijk eens even. Ik moet zeggen, dit is best wel een goed ontbijtje. Ja, dit is ook mijn ontbijt. Ja, dit is ons ontbijtje, ja. Ja. Ik heb vanmorgen gewoon een heel saai met kwarkje op en boezie. Wij niet. Wij koffietje, dus... Dat wil ik ook wel zeggen. Toen ik aankwam, toen stonden jullie allebei natuurlijk nog in je pyjama. Ja, klopt. Nou jongens, ziet er goed uit. Ga lekker eten. Smakelijk, man. Van een cornstar limoncello eigenlijk. Met bloedsinaasappel en schuim van witte thee. En hiernaast een citroentaartje met merengue en een klein beetje. Zo. Lekker. Heb je weer je hebt carpaccio gekregen, je pornstar martini. Alles wat ik gewoon wil. Zo, kijk eens even. Dat wist ik ook niet hoor. Het ziet er heel goed uit. We hebben dus een koffietje besteld en er komt dus nu iets speciaals bij. Heel leuk. En ik ben er denk ik, hoe lang doen we dit nou? 12 jaar of zo al. En ik denk dat ik er... Ja, over de 200 heb gegeten. Oké. Okay. Je hebt er over de wat? Over de 200 heb gegeten. Oké. Ik weet nog steeds niet hoeveel. Ik eet er denk ik nu wel één per week. Ja. Eén allerlaatste verrassing. Oh, wat is dit nou? Een crème brûlée. Oh, dit, dit zag ik echt niet aankomen. Wat? Hè? Oh, het zit er gewoon onder, joh. Dit is wel echt heel grappig. Daarom moet je hier geen espresso of een espresso nemen. Kijk. Dit ziet er echt heel leuk uit. Dit had ik inderdaad echt nooit kunnen raden. Onder het bordje. Wel leuk idee. Zo, jongens, dat was hem weer. Zij staan hier met de auto's, maar we gaan dus nu naar de Rolex dealer, jongens. Wat een dag. Maar het eten was zo lekker. Ik zei net ook tegen Gio, eigenlijk zou je vaker naar een sterrenrestaurant moeten. Het is inderdaad wat duurder. Maar het is wel echt het geld waard, jongens. Het is zo lekker. Maar goed, we gaan de auto in en richting de Rolex dealer. We rijden nu in Rotterdam, jongens. Maar kijk, die achterkant van die Bentley is ook zo lekker, hè. Godzijdank, het ziet er echt lekker uit. Wat ik net ook al zei, jongens. Als ik een jaartje of 50 zou zijn of zo, dan zou ik een Bentley ook wel echt heel gaaf vinden. Nou, jongens, dit is top. Het is druk in de stad, maar Porsche, BMW en Bentley. Allemaal naast elkaar. En hier gaan we ook zo heen naar Auger. Maar eerst daar naar de Rolex dealer. Hé, maar jij moet straks ook in zo'n pak. Nou, ik ben dus echt benieuwd hoe dat mij staat. Nou, weet je wat ik denk? Zeg maar, ik denk dat zo'n Auger pak, als het helemaal mooi zo wordt, dat het je helemaal wordt geholpen, dat het nog best wel goed staat. Oh, ik ben koude sexy, maar mijn baard is zo mooi. Oh, en dan ga je nu ook nog eens Rolex kopen. Oh, ik kom aan in Nee, jongens, het is wat ik al zei, het is gewoon een hele dag gewoon met alleen maar gekkigheid en gewoon checken alles. Ja. We zijn nu bij Schaap in Citroen en we krijgen zo even wat mooie dingetjes te zien. En hier liggen ook allemaal hele mooie Omega klokjes en zo. Het ziet er allemaal wel heel goed uit. Hé? Hey? Omega gaaf.
Oké, ik ga naar huis. Was gezellig. Kijk eens jongens, hier heb je ook allemaal mooie Tag Heuers. En Tag Heuer is de hoofdsponsor van Max Verstappen. Dus dat is wel... Dat is wel dik, hè? Ja, dat is wel dik. Dan moeten we deze ook niet overslaan, hè, man. Een Hublot. De Hublot's. Wordt helemaal met de hand gemaakt, hè, jongens. Ik ben in de Marzol-situatie geweest. Dat ik heb gezien dat we zijn uitgenodigd in de fabriek om hoe dat wordt gebouwd. Nou, dat is... Jongens, echt met pincetten. Ze zitten aan een soort grote tafel. Ongelooflijk. Hey, Agnes, hoe lang bouwen ze over zo'n klok? Sommige zijn ze wel 3-4 maanden mee bezig. Jeetje, 3-4 maanden om één zo'n klok. Bizar, hè? Zullen we even een Rolex om je pols toveren zometeen? Ja, we gaan zo even toveren, denk ik. Even kijken. Maar hoe tover je zoiets dan? Is dat zeg maar, is dat makkelijk? Ja, nou, let op. Magic. Flash. Huh? Wow! Wat? Nou, kijk dan! Ik voel het opeens! Wat is dit nou, joh? Ja, dat is staal gauw. Doe het ook bij deze? Doe het ook bij deze? Even kijken. Ja, nee, ik kan maar één keer per dag een truc doen. Oh, jammer. Ja. In het 18 karaat goud. Ja. Met een rubberband. Automatisch. Dus zonder batterij. Het is echt op de weging van de pols. Oh, serieus? Okay. Ja. En 300 meter waterdicht. 300 meter? 300 meter waterdicht. Nou, dan kan je wel... Wanneer ga je het horloge kan zeggen. Hoe hebben ze dat getest ook dan? Heel lang adem inhouden. Daar is een speciale apparatuur voor inderdaad om dat te testen. Okay. Om de druk te meten van de kast. Aha. En dat kan deze dus aan. 300 meter? Ja, ongelooflijk, hè? En dat is je, dus je kom je met je armband, hè? Ja. Had ik erbij gepast inderdaad. Allebei op water. Het past er mooi bij. Kijk, je ziet ook inderdaad, voor de waterdichtheid. Deze moet je eerst uittrekken. Wil je hem op tijd zetten. Oh, okay. Dat is echt die fliplock die erop zit voor de waterdichtheid en echt ook op panderij. De waarde van dit horloge zit op 25.000. Oh. Ja, komt door het 18 karaat rosé goud. Zo jongens, ik vind dit is echt heel Een volledig keramisch horloge van het merk Hublot. Oh, ja. Keramiek, het mooie hiervan is eigenlijk, het krast niet. Je kunt het omdoen, je kunt het een keer ergens tegenaan stoten, het maakt op zich niet zoveel uit. Het blijft altijd deze kleur, dus het verkleurt niet en het krast ook niet. Heel graag. En de prijs van deze klok, waar gaan we dan... Daar ben je steeds benieuwd. Ik weet niet wat het allemaal weten. Ik krijg het helemaal warm. Dat ben ik ook benieuwd. 13.000 euro. Oh, ja. Dat is wel kan dan. Oké. En ben je er al uit? Ik ga nu alle vier de klokken afrekenen, dus... Ja, duur dagje vandaag. Ja, echt bizar jongens. We kregen net even wat armbanden te zien van Fred. En één zo'n armband is bijvoorbeeld al 10.000 euro. Dat was wel de duurste, denk ik. Dat was wel de duurste. Ja, dat was echt met dat gouden koord. Dat is echt die bizar. Basis was, het goedkoopste kwam weer uit rond 3700 euro, geloof ik. Ja. En dan had je hem met wit goud. Dus je kon natuurlijk ook nog geel goud en dan met die diamanten. Dat ging die nog. Ja, echt bizar. Jongens, je hebt ziet. Ja. Jeetje. Wat hebben we hier allemaal? Zo. Kijk, ik denk ik ga toch even iets moois voor je meenemen om te laten zien. Niet normaal, hè? Ik vind dit wel leuk. Dit is voor de vrouw eventueel. Ja, maar nu is de vraag, welke vrouw? Welke vrouw van de vijf? Ja. Hij zei, als je nog een mooie leuke vriendin hebt, dan kan je... Ja. Wie zegt dat ik vijf vriendinnen heb? Even kijken, die is voor Danique. Adela. Wow. Kijk, als ik deze even mag zien, hè, dit is te laten zien. Witgouden armband vol met diamant. Ja. Hoeveel karaat is die armband? Ga ik even spieken. Dat is een heleboel. Ja, dit is dat zo zit op vet. 21,6 karaat. 21,6 karaat. Deze armband heeft een waarde van 62.000 euro. Wow! Ja. Holy shit. Dan heb je het wel over een mooie armband, denk zo. Ik. Hè? Ja, bizar. 62. Dit gaat 18 karaat. Leuk, dat denk ik ook. Ja, dat ook wel. Alleen jouw rekening niet. Nee. Ja. Doen we er daar ook drie van? Doen we er daar ook drie van? Ja, ik weet het niet, jongens, maar ik vind diamanten altijd heel vet. Kijk, en hier heb ik een super collier van het merk Pomellato uit Milaan. Wow. Pomellato, dat is echt wel top. Dat is wel echt het hoge segment in sieraden. We maken alles met de hand. Ook, ik ben er geweest in Milaan. 100.000 plus? Ja. Dat dacht ik al. Ja? Zal ik het snel zeggen? Nee. Zeg maar heel snel. 126.000. Nou, dat is niks. Wow. Ja, dat is snel zeg. De 11 van Ferrari. Ik vind het wel, voor jullie moeders, een leuk moederdag cadeau. Ja, dus mam, als je kijkt, ik ga mijn best doen. Ik ga sparen. Om het even mooi af te sluiten. Ja. Wat staat er hier voor ons? Ik heb hier een box van Rolex. En dit is een, denk ik wel, heel speciaal horloge. Expedition Oli, zoals we dat noemen. Dus het is alleen om te kijken. Helaas niet te koop. Maar wel uniek om, denk ik, even magisch op deze manier. Magisch een doosje. Ja, ik vind die doos het is ook een magisch horloge.
Zo. Dit is de Rolex Daytona. Ik haal deze even vanaf, want is hier nog mooier. Oh, ja. In het staal. Niet te koop, hè? Helaas niet te koop. Nee. Jammer, Vincent. Wat is de levertijd? Ja. Dit is serieus. Ja, levertijd is bij Rolex heel lastig te vertellen. Daar kan ik ook geen goed antwoord op geven. Ja. Maar waar praten we hier over? Dit horloge is €14.800. En dan koop je hem nieuw. Dus moet je denken, als die dus, je koopt hem in de winkel, dat doet men helaas ook. En dan gaat hij naar buiten. En wat doet hij dan? Tweedehands markt? Dan zal dit horloge waard zijn zo rond de 28.000. Wauw, ja, dat is echt bizar. Ja. Wow. Maak daar een wristshot van. Ja, die moet je even. Moet je dat dan doen? Daarnet hebben we getoverd. Toen deden we. Doen we nog een keer. 3, 2, 1. Klaar voor? Ja. Hij zit... Wow. Weet je dat dit heel gek is? Ik vind het echt gewoon een beetje spannend, weet je wel. Ik vind het zo'n vette. Oh, ja, maar dat komt ook omdat je weet wat je nu om je pols hebt, wat dat kost. Wauw. Ja. Ja, en uniek. Hè? Ja, jongens, wat ik zeg, ik ben echt heel erg fan van Rolex. Maar dit, daarom is je ook niet te koop, maar dit is zo'n dikke klok. Ik vind het echt hard. Ik ga weer snel ervan door, want ik moet richting Ajax. Dus ik moet een beetje gaan racen. Het is nu 4 uur en om 5 uur gaan de deuren er open. Dus snel naar huis en dan rijdt Niek met mij mee en dan gaan we naar Ajax. Ik ben weer thuis, jongens. En volgens mij, Niek is nu boven, maar ik zag dat Willem een foto stuurde dat mijn nieuwe camera is aangekomen, jongens. Hij is binnen, hij is binnen. En ik ben heel erg benieuwd wat voor lens erbij zit. Ik heb een hele vette lens erbij gevraagd. Alleen ik weet niet of die mee is gekomen. Ik hoop het zo erg, jongens. Hey, wij zitten in de auto onderweg naar Ajax. Ik ga even op mijn telefoon filmen, aangezien ik niet met mijn camera mee naar binnen mag. Dat mag dus nooit. Stom, hè? Ja, waarom mag het niet? Dan moet je misschien als pers naar binnen. Dat is vet. We melden jou een keer aan als pers en dan mag je langs het veld staan. En dan ga je pas een foto maken vloggen. Zo, ja, dat is wel leuk. Maar goed, dus alle beelden worden op de telefoon gemaakt. En we staan nu momenteel in een prachtige file, aangezien nog meer mensen naar Ajax willen. En het is natuurlijk ook echt top spitstijd. Nou jongens, we zijn er bijna, maar het is echt niet normaal druk op de weg. Kijk nou even, iedereen gaat natuurlijk naar Ajax. Wie gaat er winnen? Heel eerlijk denk ik dat het een klein slippertje wordt voor Ajax. 3-0 Union. Ik denk dat Ajax gaat winnen. Ja? Ja, ik heb vertrouwen in. Daar gaan we jongens, dit blijven altijd vet zo aankomen rijden hier bij de arena. Ach, stop even, ik wil een filmpje maken. We staan hier zeg maar op het dek. Hier staan ook al die auto's van die voetballers, altijd fucking dik. Daar zitten we weer, hè. Lekker pokebolletje, heerlijk. Daar gaan we. Daar gaan we. Gaan opbouwen. Jongens, opbouwen. Hey. Zo jongens, moet je eens kijken. Ze gaan wel los daar, hè. We gaan ook dat een stoom. Hey. Kijk die rook. Met nummer 12, Turbo. Zo jongens, het hele stadion is weer leeg. En het is 0-0 geworden. Echt slecht. Maar kijk eens even. De uitsupports zijn nog lekker aan het juichen en aan het schreeuwen. Wij zijn weer thuis jongens. Ajax heeft 0-0 gespeeld. En het was niet echt een fantastische wedstrijd of zo. Ik moest gaaf man, laatste 20 minuten. Fuck. Maar ja, jullie stonden ook allemaal binnen. Ik stond niet binnen. Hoezo stond ik binnen? Ik was de enige die met jou daarachter zat. Iedereen stond binnen. Ik denk van, zit je in een skybox in Amsterdam Arena, ga je binnen staan. Ja. Ik ga dan lekker thuis kijken. Man. Ik had hier trouwens de camera opgestuurd gekregen van wat jullie zeiden. Alleen het is eventjes de verkeerde, dus hij moet eventjes terug. Maar goed, het is even niet anders, hè? Oh. Nou, ik ga naar huis. Nou, Niek, was gezellig. Ga dan maar weer weg. Ik draai morgen in principe tot 3:30. Dus ik ben daarna even sporten misschien. Dat is goed. Nee, man. Nou, oké. Was gezellig. Doe eens normaal, jongen. Fuck. Dag. 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 Goodbye, bye. Het was gezellig. Doei. Zo, jongens. Niek is de deur uit en ik ga ook lekker mijn bedje in, jongens. Het was echt een hele leuke dag. Ach, ik heb echt genoten, jongens. Het was echt een hele ervaring. We hebben bij een Michelinster restaurant gegeten. We zijn naar Schabisch Troen gegaan. Hele vette sieraden en horloges gezien. Daarna is Gio ook nog eventjes bij OC geweest. Daar kon ik helaas niet bij zijn, want ik moest door naar de arena. De arena was ook weer hartstikke gezellig. Ah, jongens, wat een dag. Ella die is onderweg naar mij en dan gaan we lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe vlog. Later!